is echt een andere wereld. De Mexicaan leeft met de dag. De wereld rond. In deze podcast spreek ik, Gerard Adriaanse, met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. Jacco en Maribel van der Schaaf ervoeren in 1999 een duidelijke roeping voor de zending. Ze werken binnen de Methodistenkerk van Mexico en hebben een gemeente opgebouwd in Santa Rosalia. Nu wonen Jacco en Maribel met hun twee zonen in Mexicali, een stad waar straatarme migranten vastlopen bij de grens met de Verenigde Staten. Daar brengen Jacco en Maribel het evangelie met woord en daad. Om meer te horen over hun leven en werk vanuit hun standplaats in Mexico is hier Jacco van der Schaaf. Jacco, welkom en dank dat je de uitnodiging hebt aangenomen. Heel bedankt voor de uitnodiging. Ja, om je wat beter te leren kennen, kun je ons vertellen waar je bent opgegroeid? Ik ben opgegroeid in Nederland. Eerst in mijn kinderjaren in Arnhem gewoond. Daarna in mijn jeugdjaren ben ik naar Beekbergen verhuisd, waar mijn ouders toen een christelijke conferentie zijn begonnen. Dat is uitgegroeid, dus ik heb echt leven meegemaakt van een klein conferentie naar de grote conferentie. Daar heb ik inderdaad de middelbare school gedaan, de MDS. En van daaruit eigenlijk ben ik aan het werk gegaan in de supermarkten. Toen op een gegeven moment dat ik in aanraking kwam met een groep Engelsen, die op reis gingen naar Polen, om daar zendingswerk te gaan doen, evangelisatiewerk. Ik ben twee keer mee geweest met hun. En dat is uitgegroeid op een gegeven moment tot de wil om toch meer te weten over God. Toen ben ik een bijbelschool gaan doen in Engeland, bij de Methodisten. En toen is het een beetje gekomen van mensen die me uitnodigen om naar Afrika te gaan, waar ik dus geen roeping mee had. Tot ik met een bevriend echtpaar uit Mexico, die me uitnodigde om naar Mexico te komen op vakantie. En zo is dat een beetje gaan rollen. En daar is de uitnodiging gekomen van 7 verschillende mensen die me gezegd hebben van kom naar Mexico, kom hier helpen. En toen heb ik gevraagd dus van God, geef me een signaal. Geef me een teken. En toen ontmoet ik mijn vrouw daar. En dus dat was het teken. Hoe was die ontmoeting, Jacco? Het was in de eerste plaats was het gewoon hallo en meer niet, want zij durfde geen Engels te spreken. Eigenlijk in de kerk daar. En van daaruit op de laatste dag is daar een gesprek uit voortgekomen. En dat is uitgeroeid tot een relatie. Bijzonder. Heel bijzonder. Ja. Toen je jong was, had je toen ook al het verlangen om zendeling te worden? Of is dat gegroeid? Dat is echt gegroeid. Dat is niet echt van de een op de andere dag. Dat is echt beetje bij beetje ging die deur open. En weet je nog waar je voor het eerst een zendeling ontmoette? In mijn jeugdjaren zijn we ooit in Oostenrijk op bij Holland Mission geweest. Grenari Seip. Wat is dat? In de evangelische wereld is een opvanghuis voor zendelingen die op vakantie willen in Oostenrijk. En daar zijn wij. Mijn ouders zijn er ooit mee in aanraking geweest op een zendingsreis met Anne van der Bijl. En die hebben, toen wij op vakantie waren, had mijn vader de wil om hun weer eens op te zoeken. En ook daar op een gegeven moment, mijn vader is dat, die wilde er naartoe, maar die kon daar niks vinden. Tot op een gegeven moment op zaterdagavond kwam er een groep mensen evangeliseren op de camping waar we stonden. En toen hoorden wij ook in het Nederlands iemand wat zeggen. En toen heeft mijn vader gevraagd aan die Nederlander, waar is Holland Mission? Waar wonen Grenari Seip? Is het een adres gegeven, heeft het uitgelegd hoe we daarheen moesten rijden. En daar zijn we op zondag heen geweest voor een dienst. En dat is eigenlijk de eerste aanraking van het zendeling eigenlijk in mijn leven. En eigenlijk is dat niks bij gedacht, niks bij, ja. Ik vond het gewoon leuk. We waren daar gewoon als. Ik was daar jong, was een jaar of 14, 15 geloof ik. Dus echt jong nog. Dus echt niks bijzonders eigenlijk voor mij. Maar ik vond het wel heel leuk eigenlijk daar. Want we hebben daar gegeten, we zijn er gebleven en we hebben zitten praten met diverse mensen. En de voorganger die voorging, was ooit de voorganger die mijn vader heeft gedoopt.
toen mijn vader op reis was met Sidney Wilson en Anne van der Bijl. Dus dat was bijzonder. Ja, en Anne van der Bijl is natuurlijk bekend en Sidney Wilson ook zeker voor de oudere mensen in Nederland. Ja, dat zijn de bijzondere mensen. Ik heb ze ooit mogen ontmoeten, alle twee. Ja, en je vertelde, je bent op een gegeven moment naar Engeland gegaan om een opleiding te doen bij de Methodisten. Hoe kwam je bij de Methodisten terecht, Jacob? Via een vriend van mij in Engeland. Ik vroeg aan hem, weet jij een goede bijbelschool? Want in Engeland zijn bekend om de goede bijbelscholen. En die zei me direct Cliff College. Is van de Methodistenkerk en daar heb ik een brief naartoe gestuurd om informatie in te winnen. Dat trok me wel en dus heb ik me aangemeld en eigenlijk heel snel ben ik daar aangenomen. Ik weet nog heel goed dat ik een brief heb geschreven met de aanmelding en alles erbij. En binnen 3 weken had ik de aanmelding terug van je bent aangenomen. Dus dat was... Zoiets van, ja, dat ging echt heel snel en heel bijzonder eigenlijk. En ik heb er ook een hele fijne tijd gehad eigenlijk. Ja, en waarvoor ben je dan opgeleid? Om voorganger te worden? Of hoe moet ik dat zien? Nee, daar is meer van gemeenteleiders. Het is opleiding voor gemeenteleiders. Dus gemeenteleiders in algemene zin. In leidinggevende functie binnen de gemeente. En daarbij kun je nog wat andere opleidingen doen van leren preken en dat soort dingen allemaal. Dus ik heb dat hele pakket heb ik zo groot mogelijk aangepakt daar. Hoe lang heb je gezeten daar? Ik heb daar jammer genoeg maar 1 jaar gezeten. Ja, en was je toen al in Mexico geweest of kwam dat later? Nee, op de Bijbelschool heb ik dus een Mexicaans echtpaar leren kennen. En die heb ik toen op een vakantie naar Nederland uitgenodigd. Want die had af en toe van die 3 weken vakantie tussendoor de tijden door. Die heb ik meegenomen naar Nederland. En van daaruit is die vriendschap eigenlijk gebleven. Eigenlijk tot de dag vandaag ben ik nog steeds bevriend met hun. Maar ondertussen zijn zij voorgangers in Amerika. En ik zit dus in Mexico. Mooi. Ja. En hoe was je eerste kennismaking met Mexico? Kun je dat nog herinneren toen je voor het eerst in Mexico aankwam? Nou, ik kwam de eerste keer in Mexico aan. En dus meteen in Mexicali, waar ik nu ook woon. Dus ik kwam hier en mijn vriend had gezegd, het is een beetje heet. Nou, een beetje heet, een beetje erg heet. 47 graden Celsius. Dus het was echt een oven hier. Dus dat was mijn kennismaking. Daarbij, ik ben vanwege het klimaat, vanwege het weer, is mijn buik op hol geslagen. Dus ik ben een paar dagen ziek geweest. En dus dat was de eerste kennismaking in Mexico. De eerste week eigenlijk. Ja, maar nu ben je wel gewend aan de hitte? Ik ben nu helemaal gewend aan het eten, ik ben gewend aan het klimaat, al wen je er nooit aan in die zomer, want hier zijn de maanden, zeg maar, juni, juli, augustus, september, dan praat je over tussen de, zeg maar, 45 en 50 graden, dus daar raak je nooit aan gewend. Maar je moet ermee door, dus ik zit hier in Mexicali, zit het er nu alweer 15 jaar. Ja. Yeah. En hoe heeft het geholpen dat je getrouwd bent met Maribel? Want zij is Mexicaanse. Heeft dat geholpen bij de aanpassing of heeft dat je geholpen om de cultuur te leren kennen? Dat heeft me erg geholpen met de cultuur te leren kennen, want het is echt een andere wereld. Hè? De Mexicaan leeft met de dag. Die denkt niet aan morgen. Hè, dat is een cultuurverschil. Kun je daar een voorbeeld van geven? Nou, de mensen die denken niet bijvoorbeeld aan een pensioen of een begrafenis en dat soort dingen allemaal. Kijk, als iemand begraven wordt, dan wordt er geld ingezameld en om de begrafenis te betalen. Dus dat heb ik nu al diverse malen meegemaakt. Verder, pensioen, je kinderen zijn verantwoordelijk voor je pensioen. Dus je moet zorgen dat je veel kinderen hebt. Dus dat je kinderen je kunnen onderhouden. Dus dat zijn dingen die je hier meemaakt. En verder is een ander voorbeeld bijvoorbeeld is ook tijd. Je tijd, 8 uur, tijd kennen ze niet. Bijvoorbeeld in Santa Rosalia was het echt heel erg.
hebben meegemaakt dat we om 6 uur zouden beginnen en dat ze om 8 uur aankwamen. Ja, en dat verschil met Nederland, zeg maar. Kun je er ook een voorbeeld van geven van hoe Maribel je daarbij geholpen heeft? Bijvoorbeeld echt de familie zijn heel intiem. Hè? Zijn echt heel intiem. Dus je moet echt heel flexibel zijn met je familie. Dus die komen aan en verder de familie bijvoorbeeld opent de koelkast, opent alles wat je eet. Zo van, ze hebben geen zin in, ze pakken maar. Dat zou je in Nederland bijvoorbeeld niet hebben. Dus dat is echt van Maribel, maar diverse malen daarop aangesproken. Want word niet boos. Ja. Dus dat is echt een andere wereld. Ja. En hoe lang woon je er nu? Ik woon hier nu 22 jaar. Ja, dus dan ben je inmiddels wel ingeburgerd en gewend aan die cultuurverschillen. Ja, dat ben je echt heel aan gewend. Nu moet ik... Heb ik het behoorlijk juist om Nederland af en toe aan te passen? Ja, dat herken ik wel. Jacco, je bent op een gegeven moment zendeling geworden. Maar als je terugkijkt, kun je dan ook iemand je herinneren die een voorbeeld voor je geweest is, als christen of als zendeling? Ik heb eigenlijk diverse voorbeelden in mijn leven eigenlijk. Ik heb altijd heel veel respect gehad voor mensen die echt een leidstraat voor mij geweest zijn. Ik ben vroeger, als jongere ben ik heel veel bij een open huis geweest met Noel en Helene Esmeijer. Dat zijn echt voorbeelden voor mij geweest. Mensen die dus echt de passie voor Jezus hebben. Dus een huis openstellen en tussen 80 en 100 jongeren ontvangen en zich nergens druk om maken. Maar het belangrijkste waar ze zich druk op maken, dat ze Christus leren kennen. Dat is hun drukte. En verder zending in gemeente, Kees en Fico Goedhart zijn voorbeelden voor mij. Ze zijn echt mensen die voorbeelden voor mij zijn. En verder heb ik hier een voorganger. Vroeger was hij onze bisschop. Dus daar zijn we nog steeds goed mee bevriend. En dat is een pastoor, die heet Jaime Vasquez. Die is ook een groot voorbeeld voor ons. Ja, dus Maribel en jij leiden inmiddels 2 kerken, als ik het goed begrepen heb, als voorgangers. Wat kun je vertellen over jullie werkzaamheden en hoe dat gaat, hoe dat is voor jullie? Onze werkzaamheden zijn eigenlijk om 2 gemeentes opbouwen eigenlijk. En nu zijn we weer opnieuw aan het opbouwen na de coronacrisis. Zijn diverse mensen zijn wat kouder geworden, evangelie. Dus we mogen opnieuw beginnen hier. Dus in 1 gemeente. Dat is een gemeente waar we ook wonen. Dus dat is een gemeente waar we heel veel al mee bereikt hebben. Dus we hebben heel veel. Het belangrijkste deel eigenlijk zijn vernieuwen aan de gebouwen. De kerkzaal, de bijgebouwen, ons huis. Verder is het de gemeenteopbouw en het is de evangelie delen met anderen. Dus er is 1 gemeente. Er zijn wat mensen die hebben het iets beter. En mensen die hebben ook een opleiding hier. En de andere gemeente is een gemeente. Zijn mensen echt van fabriekswerkers, zeggen wij. Dus hele nederige mensen die echt nog honger hebben aan het evangelie. Het is echt een kleine gemeente. Het is ongeveer 12 personen. Dat is echt weer opbouwen en... Dat is echt heel bijzonder. Het zijn hele lieve en nederige mensen, wat we heel leuk vinden eigenlijk. En erg open. We zijn echt sponsen nog. Dus dat is een leuk avontuur. Alleen voor ons is het zondag heel druk, want zondag is het om 10 uur beginnen met 1 gemeente. Met zonderschool. 11 uur dienst. Als we klaar zijn, snel een kop koffie drinken en om 2:30 moeten we al in een andere gemeente zijn waar we de dienst hebben. Met Diana Zonderschool dus zijn we meestal rond 4 uur, 4:30 zijn we klaar op zondag. Dus dat is onze zondagdiensten en dan door de week hebben we dan bijbelstudie. Op dit moment, de meeste zijn op dit moment nog steeds online vanwege de corona. Maar we zijn beetje bij beetje zijn we dat aan het stoppen. Want
Mensen kunnen ook komen. Alleen voor ons is het nu organiseren. Want we moeten ons door de week organiseren. Want we moeten naar de gemeentes toe. Nou, hierna, wij wonen dus naast één kerk. Dus dat is niet zo moeilijk. Een andere kerk is op ongeveer 20 minuten hier vandaan. Dus dat is, daar moet je naartoe rijden. En verder is het een buurt waar echt... niet een fijne buurt eigenlijk. Is een, waar heel veel criminelen zitten. Of mensen met criminele inslag. Dus je voelt je daar niet zo veilig. Dus. Maar dat moeten we er doorheen. Hè? God beschermt ons. God is met ons. Heel veel migranten hier. Op dit moment veel mensen uit Haiti. Ik heb 3 centra van het Rijk, van de lokale overheid met Haitianen. Dus er zijn heel... En Mexicali is echt een doorloopplaats voor mensen in Amerika willen. En mensen die uit van Amerika worden teruggestuurd. Dus je hebt heel veel mensen die hier op straat wonen. Die ook zijn teruggestuurd vanuit Amerika vanwege... Vaak of geen papieren of crimineel verleden. Waardoor ze hun papieren afnemen en terug worden gestuurd naar Mexico. En hoe kunnen jullie die mensen praktisch helpen, Jacob? Op dit moment praktisch hulp is op dit moment een maaltijd geven, een broodje geven. Verder proberen op dit moment via hulp vanuit Amerika proberen we dus kleding te geven. Alleen kleding is een beetje moeilijk, want dat is, moet je met kleine beetjes worden die de grens overgesmokkeld, zeg maar. Want we mogen geen grote hoeveelheden kleding meenemen. Of eigenlijk moet je geen kleding, tweedehands kleding, vanuit Amerika naar Mexico brengen. Als het niet voor eigen gebruik is. Dus dat wordt met kleine beetjes gedaan. Want anders wordt het gezien als commercieel. Wordt het gezien als commercieel en zij zeggen dus dat er, dat zeggen de Mexicanen, zeggen omdat er beetjes in zitten die gevaarlijk kunnen zijn. Maar dat is allemaal onzin. Maar dat zeggen hun dus. Maar verder wat eten, babyvoeding en andere dingen aan etenswaren die we toch kunnen brengen aan ze. Dus op dit moment doen we dat dus door het bezoeken van diverse centra. En verder geven we dus voedsel aan dak- en thuislozen. Dat zijn mensen die ooit zijn teruggestuurd. Dus die uit de migrantenstatus kwijt zijn. En dus als thuislozen worden gezien, zeg maar straatleven. Dat zijn er af en toe heel veel. Ja, bijzonder dat jullie dat werk doen. En ook wel moeilijk lijkt me. Maar als je zo denkt aan je tijd als zendeling. Wat is een van de mooiste of het mooiste moment wat je hebt meegemaakt? Er zijn zoveel mooie momenten, dat is echt heel moeilijk. Ik noem het in bijzondere momenten. Mensen die genezen zijn bijvoorbeeld van ziekte, van kanker. We hebben ooit in Santa Rosalie voor iemand gebeden die kanker had. En die genezen is verklaard. En na wat we voor haar hebben gebeden, en we hebben ooit voor een jongen gebeden die ook in Santa Rosalie die genezen is. Want die kon nooit als hij ging voetballen, na 10 minuten lag hij op de grond. Bewusteloos. Toen wij voor hem gebeden hebben, kon hij 2 wedstrijden spelen. Wauw, fantastisch. Zonder problemen. Prijs de Heer. Verder een baby die we hier, waarvoor hebben gebeden hier. Die ook genezen is. Hier in Mexicali. En verder zijn het wat heel altijd bijzondere momenten waren hier. Eigenlijk zijn gebedsnachten. Dus de hele nacht bidden. Van 7 uur 's avonds tot 5 uur, 6 uur 's morgens. Het zijn echt hele bijzondere momenten waar je echt God zoekt. En dat je ook God ervaart. En dat je God grote dingen ziet doen. Dat wij als kleine gemeente. Werd ons gevraagd bijvoorbeeld een conferentie te organiseren. Hier een districtsconferentie en onze gebouwen die waren slecht. De wc's waren slecht. Het bijgebouw was slecht. De keuken was slecht. Alles was slecht. En op een gegeven moment ging God in een jaar tijd ging deuren openen. Waardoor wij nieuwe wc's konden installeren. Nieuwe installatie en de lichtinstallatie in het bijgebouw konden zetten. En een hele mooie
de stressconferentie kon organiseren, die echt als op de voorgangers als een van de beste werd beschouwd. Dus met hele goede maaltijden, met echt hele goede voorzieningen, met echt werden heel goed verzorgd gewoon. Dat is echt heel bijzonder. Ja, heel bijzonder hoe God jullie dan gebruikt. En fantastisch dat je die dingen hebt meegemaakt. Je zal ook Nederland wel eens missen. En ik heb al een wat andere vraag voor je. Stel dat mensen je een verrassingspakket sturen uit Nederland, Jaco. Wat hoop je dan dat erin zit? Oh, ik mis de kroketten. Kroketten, hagelslag. Ja, dat soort dingen. Tegenwoordig kunnen hier stroopwafels kunnen hier kopen. Dus dat kopen we af en toe eens. Dus die zijn hier te krijgen, maar kroketten en hagelslag, die mis ik. En als we het over Mexico hebben, wat weet jij inmiddels van Mexico, Jaco, wat wij niet weten of waar wij als Nederlanders niet bij stilstaan? Mexico, mensen denken dat het vaak wordt het verteld als een heel crimineel land. Dat wordt altijd in het nieuws gezegd, maar ze vergeten dat de mensen hier ontzettend gastvrij zijn. Ontzettend liefdevol zijn. Verder Mexico heb je heel veel inheemse bevolkingen. Er worden dus heel veel talen gesproken. Ik weet niet hoeveel, maar het is gigantisch veel. Je hebt heel veel inheemse bevolkingsgroepen nog steeds. Die volgens de lokale tradities nog steeds leven. Dus dat zijn dingen die misschien heel veel mensen niet weten. Ze denken misschien aan Mexico, aan de toeristische plaats als Cancún. Maar het is echt een heel bijzonder, heel veel cultuur is er. Het is een heel bijzonder land eigenlijk. En met heel veel tradities. Goede tradities en slechte tradities, dat wel. Als je nou terugdenkt aan, we lezen allemaal wel boeken of luisteren naar muziek. Heb jij een boek of een film of muziek die je in het bijzonder is bijgebleven, Jaco? Een boek, een muziek. Ik hou echt van de worship, de alabanzas zeggen hier. Ja. In het Spaans, dus dat zijn echt, je hebt een paar liederen. Die me echt die echt om me spreken, wat mijn favorieten zijn. Alabar a Dios, gisteren hoorde ik toevallig weer en denk, dat gaat echt me door bot en been, zeg maar. Dus dat spreekt me altijd tegen aan. Ik probeer altijd door de, wat als ik tijd heb, wat christelijke films te kijken. En je hebt nu hier in Netflix heb je een christelijke film die gaat over een opwekking eigenlijk in Birmingham. Toevallig van een paar weken terug hebben we hem weer gekeken, die film. En dat is echt heel bijzonder. Dat is echt een hele mooie film gewoon. Dat er echt een opwekkingsbeweging was in door een stadion door twee lokale teams werd gevuld met 40.000 mensen. Dus wat nooit gebeurd is in die plaats. En wat nooit is gebeurd daarna. Dus de mensen die echt God groot maakten. Dus dat is echt heel bijzonder. Ja, Jaco. Dus er zijn ook mensen die zich afvragen of ze God kunnen dienen in het buitenland. Wat is onmisbaar wanneer je God wil dienen in het buitenland? Onmisbaar is, je moet jezelf wegcijferen. En je moet God voorop zetten. Dat is heel belangrijk. Verder moet je flexibel zijn. Dus je moet echt flexibel zijn. Je moet, vaak ga je met een plan erheen, maar meestal moet je die plan over de bord zetten. Je moet heel veel dingen gaan accepteren. Verder probeer zo goed mogelijk de taal te leren. Dat is heel belangrijk. Dat was een probleem voor mij in het begin. Daar heeft Maribel me heel veel mee geholpen. Dat soort dingen zijn denk ik heel belangrijk. Wat staat er boven aan je bucketlist? Wat zou je nog eens graag willen doen als het zou kunnen, Jaco? Een van mijn droomwensen die ik nog erg heb om met mijn familie in Engeland te gaan en daar de Bijbelschool te bezoeken, waar ik gestudeerd heb. Dat is een van mijn
Die staat ergens bovenaan nog. Ik las ook in je nieuws dat, jullie bezig zijn met de uitbreiding van jullie gaarkeuken voor de immigranten om ze van een warme maaltijd te voorzien. Hoe staat het daarmee? Eigenlijk is het meer om onze keuken moeten vernieuwd worden. Die is zo oud als Methuselam, zeg maar. Die is hout die dat oud is en hebben de ratten die zitten eraan te eten en de muizen en dat soort dingen allemaal. Dus die moet echt eruit en vernield worden. Dus mijn thuisgemeente, Brea de Mate in Apeldoorn, die heeft ons daarin geholpen. Die heeft geld voor ons. En daar willen we dus een nieuwe keuken in zetten. En dan is onze bedoeling om minstens eens in de week om uit te gaan. Om dan eten te gaan brengen aan thuis en daklozen. In eerste instantie en mensen die dus hier aan huis komen. Dus er komen af en toe mensen ook aan huis om die eten willen. En dat heb je dan niet. Dus dat willen we dus permanent willen daar eten hebben. Dat we een broodje kunnen maken of een hete soep kunnen maken. Of dat soort dingen allemaal. Dat altijd aanwezig is. En als mensen meer van jullie willen weten, van jullie werk, hoe kunnen ze op de hoogte blijven? Of misschien willen ze ook wel echt betrokken raken. Hoe kunnen mensen meer over jullie werk te weten komen en in contact komen met jullie eventueel? Nou, dat kan gebeuren via het blad Zending en Gemeente. En verder kunnen ze dingen zien van ons in Facebook, wat Jaco en Maribel van der Schaaf. Nou, dat we inderdaad gebed kunnen vragen. Dus eerst voor onze gemeentes. Onze twee gemeentes, die heten La Santissima Trinidad en Montemoria. Dat zijn de twee namen van de kerken, zijn methodistenkerken hier in Mexicali. Dat de mensen het evangelie mogen delen, dat we meer mensen kunnen gaan bereiken met het evangelie. En dat we echt een licht mogen zijn, een zout mogen zijn op deze plaatsen. Dus heb je het over gemeente zijn. Verder gebed mogen hebben voor onze bediening onder migranten. En dat is ook heel belangrijk, dat we dat door mogen gaan daarmee. Dus, en verder is het gebed voor bescherming. Nee, want ja, de heel belangrijk. Mexico is geen veilig land, maar we zijn niet bang. Maar we zouden heel belangrijk om dat bescherming mogen hebben. En verder, op persoonlijk vlak, we zijn op een erg bezig met onze zoon David. Die wil graag medicijn studeren. Die had zich al twee keer aangemeld aan de universiteit hier. En je hebt maar geloof 120 plaatsen en er melden zich 2000 mensen aan. Dus dat is heel moeilijk om ertussen te komen. En hij wil dat nu voor de derde keer doen. Dus daar gebed voor. Heel hartelijk dank voor je tijd, Jaco, en voor alle bijzondere dingen die je met ons gedeeld hebt. Het heeft ons geholpen ons een duidelijker beeld te vormen van je achtergrond en jullie leven en werk in Mexico. We weten waarvoor we mogen bidden en we hopen dat meer mensen bij jullie mooie werk betrokken raken. Graag gedaan. Jij ook. Hartelijk bedankt voor de uitnodiging. En veel sterkte, veel zegen met het werk wat je mag doen. En de groetjes aan Rebecca. Dank je voor het luisteren naar De Wereld Rond. Een podcast waarin ik, Gerard Adriaanse, spreek met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. Als je wilt reageren, stuur dan een e-mail naar podcastdewereldrond@yahoo.com. Tot de volgende keer.